Het was bij het openen van de gordijnen voor veel mensen in delen van Noord-Brabant en Gelderland een rare gewaarwording. Het landschap was wit en zeker op en rond de Veluwe kwamen er dikke sneeuwvlokken naar beneden. En daarmee hallo en hartelijk welkom bij Weer en Radar hier vanaf de Hoge Veluwe. Met temperaturen een fractie boven nul en vrij intensieve sneeuwval is het allemaal net genoeg om hier een klein sneeuwdekje te laten ontstaan. Met nog 4 dagen van de meteorologische herfst op de kalender is dit dan de eerste groet van Koning Winter. De ogenschijnlijk kleine verschillen in de hoogte van de Veluwe waren vandaag van groot belang. Terwijl tot 30 meter hoogte op de meeste plekken nauwelijks een sneeuwdekje tot stand kwam, ontstond er boven de 50 meter hoogte lokaal een mooi gesloten sneeuwdek van ruim 5 centimeter dik. Veel mensen zochten dus de hoger gelegen delen van het mooie natuurgebied op om te wandelen, te fietsen en te genieten van het prachtige winterlandschap. Lang genieten was er echter niet bij. De meeste sneeuw was aan het eind van de middag alweer weggesmolten. Ik ben Jelle Muller van Weer en Radar.